Op vrijdag 20 mei brak de felle brand uit in de woning van het 84-jarige echtpaar uit Hellevoetsluis. Buren horen de twee om hulp roepen, maar het lukt niet meer om het bejaarde stel levend naar buiten te krijgen. Er wordt een team van 20 rechercheurs op de zaak gezet. Vanmorgen maakt de politie bekend dat er een verdachte is aangehouden. Wordt hij verdacht van meerdere brandstichtingen dan alleen die in de Gruttostraat? We zijn aan het kijken of hij inderdaad gelinkt kan worden aan meerdere branden. Maar hij is dus niet puur opgepakt vanwege de Gruttostraat. Het gaat om meerdere branden of pogingen tot brandstichting. Ja, dat klopt. Overigens is van de fatale brand aan de Gruttostraat nog niet duidelijk of daar sprake is van brandstichting. Dat wordt op dit moment nog verder onderzocht. Nou, gingen er geruchten in die wijk dat er ook brand gesticht zou zijn een paar dagen voor die fatale brand in de Gruttostraat bij een zoon van dat echtpaar? Heeft deze aanhouding daar misschien nog iets mee te maken? Nou ja, wij kennen de geruchten en de verhalen en die zijn ook onderdeel van het onderzoek. Dat onderzoek wordt voortgezet en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Ja, het team gaat volop door met het onderzoek. Wellicht zijn er nog mensen die wij niet gesproken hebben en die meer kunnen vertellen over de achtergrond van de brand. Nou, we willen hen met klem oproepen om zich alsnog te melden.